Gert aan de wiel. Vorig jaar in oktober weer teruggekomen bij de club. Hoe zou jij vorig seizoen omschrijven? Nou goed, ik ben zelf 1 oktober begonnen, 2014. Daarvoor ben ik wel aanwezig geweest. Ik heb alle wedstrijden van het eerste elftal gezien. Om toch al een beetje rond te kijken binnen de club. Ik heb het ervaren, zoals denk ik veel van mensen binnen Quick Boys, met uiteindelijk toch een teleurstellende afloop. Maar ook een teleurstelling door het seizoen heen. Doordat we vrij snel in de competitie al op grote achterstand zijn gekomen van de uiteindelijke kampioen Katwijk. Waardoor je die doelstelling die we wilden bereiken, het lang meedoen om het kampioenschap, in ieder geval niet bereikt hebben. Nee, en ja, de andere doelstellingen, representatief voetbal, lang meedoen in de beker, een periodetitel, eigenlijk bijna allemaal niet gehaald. Nee, ik denk ook dat we qua herkenbaar voetbal, dat we dat ook niet altijd teruggezien hebben. Dat er toch een zekere thuiswedstrijden, veel wedstrijden zijn geweest waarin we niet heel goed hebben gevoetbald. En over de hele linie dat het duidelijk was van hier staan we voor. We hebben heel veel moeite gehad met tegenstanders die zich ingraven. Dat is dan wat oneerbiedig gezegd, maar daar hebben we toch wel veel moeite mee gehad. Het begon eigenlijk in de tweede wedstrijd tegen Noordwijk, waar we de deksel op de neus kregen. En door het hele seizoen, en zeker in de thuiswedstrijden, hebben we te weinig laten zien daarin. Jij kwam terug na wat jaren door Nederland en over de wereld gezworven te hebben. Wat viel jou op nadat je terugkwam? Nou, er is wel het nodige veranderd in. Ik ben 10 jaar weg geweest. Ik ben niet helemaal weg geweest, maar ik heb altijd wel mijn banden gehouden met Quick Boys. Maar als je er echt weer middenin rondloopt en je bent aan het inventariseren wat je hebt binnen de jeugdopleiding, binnen de selecties, in de senioren, weet je hoe alles nu draait, dan is er wel het nodige veranderd. Dat is de tijd ook. Het is natuurlijk allemaal veel professioneler geworden op het gebied van arbeidsvoorwaarden. En ik heb wel daar wel weer wat aan moeten wennen. Dat ik gevoel heb van er wordt minder over voetbal gesproken en meer over de zakelijke kant. Ook bij spelers dan denk ik van zo hoort het eigenlijk niet. Nee. Dus er moest schoon schip gemaakt worden of zeg ik het dan te oneerbiedig? Nou, dat ik vind dat ja, eigenlijk wel. Zo sta ik er zelf wel in. En, het is wat oneerbiedig gezegd. Het is ook nooit helemaal zo. Maar ik vind wel dat hier binnen Quick Boys een bepaalde cultuur terug moet komen. En die is er ook nog wel. Want het is niet zo dat het helemaal weg is. Ik heb het te weinig gezien. Je hebt als technisch manager redelijk wat keuzes gemaakt natuurlijk de afgelopen maanden. Was de moeilijkste keuze misschien om tegen de voormalige trainer Ted Verdonkschot te zeggen, we gaan niet verder met je, het contract wordt niet verlengd? Ja, dat was wel een moeilijke keuze in zoverre omdat er toch gekozen is 2 jaar geleden om met Ted Verdonkschot in zee te gaan. Met de intentie om nog een derde jaar eraan vast te plakken. En de bestuur had dat pad ingeslagen. Maar onderweg in het tweede seizoen, we hebben het net over de doelstellingen gehad. Waar wel in november al vrij snel duidelijk was dat we Katwijk waarschijnlijk niet zouden gaan inhalen. Uit de beker uiteindelijk zijn we uitgeschakeld. Het herkenbare voetbal, wat toch ook een belangrijk onderdeel is. Dat hebben we niet teruggezien, dus hebben we uiteindelijk wel de beslissing genomen na het trainingskamp om dat derde jaar niet in te gaan met Ted Verdonkschot. Ja, dat was de reden. De doelstellingen werden niet gehaald, het was gewoon simpelweg niet goed genoeg. Ja, dat is dan op meerdere gebieden. Kijk, ik ben binnengekomen en ik heb een achtergrond als trainer-coach. Mijn rol binnen de club is ook om op het voetbalgebied te kijken naar waar de verbeteringen kunnen komen. Dus ik kan ook mensen vooral trainers langs de meetlat leggen. Er zijn een aantal gebieden waar ik naar moet kijken. Die opdracht krijg ik vanuit bestuur. En dat is hoe een trainer de wedstrijden coacht, hoe de resultaten zich ontwikkelen en hoe er gespeeld wordt. Ik moet kijken naar hoe er wordt getraind, waardoor de resultaten gehaald kunnen worden. Als je het hebt over het eerste elftal. Bij de jeugdopleiding ligt dat weer iets anders. En hoe is de begeleiding van het hele proces? Dus hoe ga je om met spelers en met allerlei afspraken? Nou, en daarin vind ik dat we voldoende aanleiding hebben gezien om een andere weg in te slaan. Maar goed, die keuze werd dus gemaakt. Ted Verdonkschot vertrekt. Wat voor procedure heb jij daarin gevolgd? Nou, ik heb een aantal evaluatiemomenten gebruikt. Voordat we tot die beslissing zijn gekomen. De eerste evaluatie was in oktober.
waarin er een aantal zaken gebeurden rondom Quick Boys 1 die ik niet goed vond. Dus daar hebben we met de trainer om tafel gezeten en die heeft dat opgepakt van daaruit. In november hebben we gezeten over het voetbalgedeelte. En wat onze bevindingen daarin waren en waar we bepaalde aanpassingen. Toen hebben we ook uitgesproken van na het trainingskamp. En er was een datum vastgelegd in zijn contract dat we voor 1 februari 2015 uitsluitsel moesten geven. Dus hebben we afgesproken na het trainingskamp Tenerife praten we verder. Maar in oktober dus duidelijk aangegeven de punten op voetbalgebied. Dat hebben we ook vastgelegd. En ook uiteraard naar hem verstuurd. Dus eerst mondeling medegedeeld en schriftelijk nagestuurd. En toen hebben we het trainingskamp zijn we bij geweest, ervaren en op het trainingskamp zelf nog geëvalueerd. Naar aanleiding van het eerste seizoenshelft en het trainingskamp zelf. En dat hebben we ook dus mondeling gedaan en later schriftelijk aan hem doorgegeven. Dus die procedure, en ik denk dat dat een hele uitgebreide procedure is, als je het vergelijkt hoe dat bij de meeste clubs werkt, waar je misschien als trainer helemaal niks te horen krijgt, zijn wij steeds bezig geweest om te ondersteunen en eventueel bij te sturen en richting aan te geven. Dus, maar vanuit die drie evaluaties zijn we uiteindelijk wel tot de beslissing gekomen, het bestuur, en op advies van vanuit mijn functie om niet door te gaan voor het derde jaar. Dan apart dat hij zegt, hè, ik hoor het laat en ik heb een mailtje gekregen waarin het me allemaal duidelijk is gemaakt. Steekt jou dat dan? Ja, dat hele interview heeft me gestoken. Want daar worden dingen gezegd die niet kloppen, halve waarheden. En ik vind dat gewoon als, dat vind ik not done. Als trainer of als werknemer spuug je niet of pis je niet, als ik het dan nog even wat slechter moet zeggen. In de vijven waar je altijd flink uit gedronken hebt, dat doe je niet, dat is not done. En, kijk, dat je teleurgesteld bent over zaken, dat is al best. En gaan we ook onze lering uittrekken. Hoe we daar als bestuur en als technisch manager beter mee om kunnen gaan. Kan je daar iets over zeggen? Wat zou jij hier voor lering uittrekken? Nou, dat hou ik gewoon. De verantwoordelijke mensen die het aangaan, hebben daar al de conclusie uitgetrokken. Dus dat prima. Maar ik vind, er is bijna niet gesproken in dat interview over het voetbal. En daar is een trainer verantwoordelijk voor. En daarin is niet bereikt wat er in die twee jaar bereikt had moeten worden. Dus vandaar niet het derde jaar. Met het vertrek van Ted Verdonkschot is ook Jasper Ketting weggegaan. Kan je daar een reden voor geven? Ik wilde op die positie, dus in de rol van assistent, iemand die veel meer een Quick Boys verleden zou hebben. Dus wat meer de cultuur van de club kent, maar ook kan bewaken. Ik vind een assistentrol, dat vind ik eigenlijk veel meer iemand die of vanuit de club komt of die hier een verleden heeft. En dat is later ook zo ingevuld. Ja. Martin Steenvoorde heeft hier natuurlijk een rijk verleden en heeft als coach van WVH EDW natuurlijk de afgelopen jaren gezien met een aantal promoties dat hij een prima trainer is. Ja, maar goed, dat praten we al over vol seizoen. Maar weet je, daardoor hebben we gekozen van dat we dus ook niet door zouden gaan met Jasper Ketting. En we gaan ook niet door met Dick Bos, de keeperstrainer. Maar dat zit hem hier ook in de afspraak dat Patrick de Groot na het beëindigen van zijn actieve carrière bij Quick Boys aan de slag zou gaan als keeperstrainer. Er zijn ook een aantal spelers vertrokken. Wat was voor jou de reden van het vertrek van de jongens? Kan je ze eens doornemen met ons? Nou, dat zijn wel verschillende redenen die daarvoor zijn. Kijk, Erwin Friebel, die wilde ik graag houden. Maar goed, die kwam wat op het tweede plan terecht. En is een keeper met dusdanige kwaliteiten. Die kan elders ook gewoon spelen in de eerste helft al. Dus ja. Die heeft zelf die keuze gemaakt om dat te doen. Ronnie Verplanken is een prima speler. Heeft het niet laten zien bij Quick Boys wat hij in zijn mars heeft. Misschien ook niet altijd de kans gehad, maar op het moment dat hij de kans kreeg, het niet altijd laten zien. Ik vind, Van der Plas heeft zich vlak voor de winterstop aangediend. En dat is een speler, eenzelfde type speler. Ja, en dan vind ik dat als een eigen jongen datzelfde kan leveren, dan hoef ik daar geen speler van buitenaf voor te hebben. Nee. Nou, dan heb je de Volendamse jongens, Harry Maarten.
Ja, nou, dat is wel een iets ander verhaal. Kijk, Van Maarten, nou goed, dat, een speler die al wat op leeftijd is. En ook minder budget een bepaalde plek inneemt. En daar wilde ik ook gewoon een andere speler. Ik vind ook niet dat hij heeft gebracht wat hij zou moeten brengen. Behoudens de eindfase van de competitie en de na-competitie. Daar hebben we denk ik de echte Maarten Woudenberg gezien. Dus was ik daar ook vrij snel uit van, nou, daar wil ik een andere speler. Ook meer een speler die wat meer het voetbal zou brengen op het middenveld. En daar vind ik dat Maarten iets te weinig gebracht heeft. Dus dat is de reden waarom ik niet met hem doorga. Met Harry wilde ik wel door. Alleen, ja goed, het is wel een twee-eenheid met Maarten Woudenberg. Maar wilde ook wel gewoon alleen naar Quick Boys komen. Alleen ben ik er financieel niet uitgekomen met hem. Nee, nou, dan heb je nog Jaap van Duin, lijkt me een duidelijk verhaal. Ja, Jaap, goed, dat is een ongoing story gebleken in het seizoen. En uiteindelijk hebben we beslist van we moeten maar afscheid nemen van elkaar. En dat hebben we gedaan en Jaap gaat dan nu bij Noordwijk spelen. Ja. Arroyo wilde je wel houden, hoeft hij niet weg, net als Jacob van der Bent volgens mij. Ja, precies. Dat zijn toch twee jongens die in de jeugdopleiding van Quick Boys, de een wat langer dan de ander, hebben gespeeld. En die nog jong genoeg zijn om zich verder door te ontwikkelen. Onder de vlag van de nieuwe trainer. Dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar toch hebben ze besloten om de een naar Toledo en de ander naar Rijnvogels te gaan. Weet je, die jongens kan ik dan ook niet tegenhouden. Dat is hun sportieve keuze geweest. Ja, Tommy Bekooy in de VVSB? Ja, nou goed, met Tommy daar had ik toch wel snel dat ik niet met hem door wilde gaan. Omdat het is een speler absoluut met dreiging. En hij heeft ook de tweede seizoen zelf wel iets meer laten zien dan daarvoor. Alleen het rendement van zijn acties en van zijn spel vind ik te laag om veel meer beslissend te zijn. En dus daarom heb ik die keuze gemaakt. Tommy heeft natuurlijk een paar jaar bij Quick Boys gespeeld, dus heeft dan ook zijn historie daarin. En daar wilde ik gewoon een ander soort speler met meer rendement krijgen. En Jeroen Ketting, gestopt, lijkt me duidelijk. Of... Ja, nou ja, goed, die had al aangegeven dat het zijn laatste jaar zou worden. Begon wel weer een beetje te kriebelen bij hem. Gewoon, toen hebben we nog afgesproken, nou, kijken we gewoon richting het einde van het seizoen. Weet je hoe de vlag er dan voor staat? Misschien ben je wel geblesseerd, misschien heb je er echt helemaal geen zin meer in. En nou goed, ondertussen is ook gewoon Jordi Thijs helemaal fit geworden. Heb ik Tom de Vries van Odin erbij gehaald en hebben we Tom de Vries zelf ook nog. En daarachter zitten nog een paar jonge spitsen die eraan komen. Dus, nou, is het, en Jeroen had zelf ook beslist van, het is mooi geweest.